Hoi, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. Ik heb vandaag voor jullie een video waarin ik ga bespreken wat mijn tweedehands pareltjes zijn. Ik vind het sinds ongeveer anderhalf jaar echt wel heel erg leuk om tweedehands te gaan shoppen. En dit doe ik bijvoorbeeld op United Wardrobe, best wel veel. Dit doe ik ook op de rommelmarkt en sinds een tijdje ga ik ook wel eens af en toe naar de kringloop toe. En ook af en toe krijg ik kleding van familie of vriendinnen die we dan ruilen of aan elkaar geven. Dat zijn een beetje de dingen waar ik mijn tweedehands kleding vandaan haal. Ik heb een heleboel leuke items hier naast mij liggen. En ik heb er nog genoeg in mijn kast ook die tweedehands zijn. Maar ik ga vandaag in deze video echt alleen eventjes de pareltjes bespreken. Ik hoop dat je dat leuk gaat vinden. Doe dan zeker je duimpje omhoog. En dan gaan we heel snel beginnen. Ik ga beginnen met een shirtje wat in, ja, toch wel de lente en zomer een beetje. Ja, vooral in de lente is het echt een van mijn lievelingsshirtjes. Het is namelijk een soort blouseachtig shirtje. Best wel een beetje bijzondere kleur. Een beetje goud, maar wel een beetje groen goud. En ik vind het heel mooi staan. Ik vind het gewoon een heel leuk kleur ook om te combineren op denim en met een jeans of met een spijkerjasje. Met denim dus. maar het stofje is echt super lekker als je het aan hebt. Je ziet er gelijk echt best wel gekleed uit omdat het een best wel netjes stofje is. Hij zit lekker oversized. Dit is omdat deze is van een tante van mijn vader geweest als ik het goed zeg. En die had denk ik maatje, wat zou het zijn? Dat staat hier niet in. Ik denk dat het wel een maatje XL is. Dus die valt wel lekker oversized. Maar dat vind ik alleen maar heel erg fijn. En daardoor zit hij ook extra mooi. Hier ben ik echt heel erg blij mee. Achtersluit hij nog met twee knoopjes. En deze draag ik met heel 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 veel liefde. En ik hoor soms wel eens mijn moeder zeggen, ach, doe je dat ding nou alweer aan? Maar ik vind deze gewoon echt heel erg leuk. Dan iets wat ik ook wel heel veel tweedehands score. Dat zijn jasjes. Dat is gewoon makkelijk en dat past ook wel heel vaak. En ja, je kan natuurlijk nooit genoeg jasjes hebben. Dus in deze video laat ik jullie twee zien. Ik heb als eerste een beetje een soort spijkerachtig jasje. Maar dan in het zwart. De stof is echt wel een beetje bijzonder. Een beetje glimmend zwart. En ik wist ook eerst niet zo goed of ik dat wel heel leuk vond. Maar ik weet nu wel zeker dat ik dit heel erg leuk vond. Deze heb ik gescoord op de rommelmarkt. Die kostte toen geloof ik 2 euro. En er hing nog een prijskaartje aan dat die echt helemaal nieuw was. En nieuw kostte die geloof ik 28 euro. Dus echt een koopje. En ik heb hem toen heel even een tijdje in mijn kast laten hangen. En ik ben hem pas later eigenlijk gaan ontdekken. Maar nu draag ik hem met heel veel liefde. Ik draag hem graag in de zomer als jasje. Maar ik draag hem nu ook wel graag over bijvoorbeeld een t-shirt of zo. Het is echt een hele, hele fijne toevoeging aan mijn kledingkast. Het volgende item is ook weer een jasje. En ik denk dat dit eigenlijk echt de meest favoriete is van alles wat je hier gaat zien. Ik vind deze zo ontzettend tof. Het is namelijk echt een lekker vintage jasje. De kleur is een beetje, ja, legergroen, het neigt bijna een beetje naar bruin. Hij heeft echt ook van die lekkere vintage knoopjes. Zoals je kan zien. En het modelletje is gewoon heel leuk. Het is een beetje bomberachtig. En als ik het aandoe, ik voel het ook gewoon helemaal als ik deze aan heb. Ook deze draag ik weer als jasje in de zomer. Maar ook nu wel eens over een t-shirtje. Dit is echt heel erg leuk. Het heeft me best wel wat gekost, want ik heb deze gekocht op United Wardrobe. En dat was toen bij een vintage verkoopster die niet echt veel van de prijs wilde afdoen. Dus ik geloof dat ik er uiteindelijk, ik denk dat het 20 euro was, maar het kan ook 25 euro geweest zijn. Dat ik dat ervoor heb betaald. En daar moest ik toch wel even twee keer over nadenken. Want ja, weet je, je koopt toch iets tweedehands en het is niet nieuw dus. En dan wist ik niet helemaal zeker of ik het wel die prijs waard vond. Maar nu weet ik zeker dat ik het die prijs waard vond. Want ik draag het zo ontzettend graag. En het staat echt, echt heel erg leuk. Al zeg ik het zelf. Ik denk dat ik hier ook echt gewoon nog jaren plezier van heb. Echt een hele fijne toevoeging aan mijn kledingkast. En wat het ook eigenlijk nog extra leuk maakt, is dat dit echt een echt vintage item is. Er staat ook geen merkje in. Je ziet gewoon aan alles dat dit gewoon vintage is. En hoe leuk is dat om zoiets in je kast te hebben. Ik heb ook een tweedehands broek gescoord. En dat is altijd wel eventjes moeilijk. Want dat doe ik liever niet online. Dat doe ik bijvoorbeeld niet op United Wardrobe. Maar dat doe ik bijvoorbeeld wel in de kringloop. Zo heb ik laatst in de kringloop een zwarte pantalon
gescoord. En eigenlijk ja, had ik dat totaal niet verwacht dat ik daar iets zou vinden. Maar het is namelijk deze hele toffe pantalon. En ja, nu zie je er natuurlijk niet zo heel veel aan, want het is gewoon zwart. Maar hij valt een beetje wijd. Het is bijna een beetje culot pantalon. En hij is eigenlijk een maatje te groot. Maar daardoor zit hij alleen nog maar leuker eigenlijk. En ik geloof dat ik voor deze broek toen nog geen 4 euro heb betaald. Het was ook echt een koopje. Dat vind ik vooral heel erg leuk aan de kringloop. Dat je daar hele leuke pareltjes kan vinden. Echt voor 2, 3, 4, soms 5 euro. Maar vaak niet meer dan dat. Soms 10 euro max. Ik ga graag shoppen in de kringloop in België. En daar heb je vaste prijzen voor vaste items. Dus daar kost een broek volgens mij standaard 4 euro. Een shirtje 2 euro. Dus echt koopjes. Ik kijk ook zo erg uit om weer naar de kringloop te gaan. Ik kan niet wachten. Ik vind dat zo leuk om te doen. Dat is echt mijn nieuwe hobby. Maar deze super toffe pantalon dus. Hij is van het merkje Claude Ariel. Ik heb geen idee. Er staat ook in dat het een maatje 44 is. Nou, dat heb ik totaal niet normaal. Normaal zit ik wel meestal rond een maatje 40 qua broek. Maar deze zit perfect. En hij is ook super mooie kwaliteit. Ik merk nu pas na ja, een tijdje hem gedragen te hebben. Dat hij een klein beetje begint zo te wollen aan de broekspijpen. Dat vind ik wel heel jammer. Want ik hoop dat ik hem nog veel en vaak kan dragen. En dat ik er gewoon nog heel veel plezier uit kan halen. Dan heb ik alweer het laatste kledingitem. Maar er komen nog een paar schoenen aan. Maar eerst het kledingitem. En dat is deze mega leuke trui. Deze is oorspronkelijk van de Bershka. En een vriendinnetje en ik zijn allebei echt ongelooflijk fan van United Wardrobe. Ik denk dat we allebei bijna 24/7 per dag gewoon zitten te kijken op United Wardrobe. En ook tussen elkaars favorieten. En we volgen elkaar en dat vinden we wel super leuk. We hebben ook wel een beetje dezelfde maat, dus dat is ook leuk. Want ik zag deze trui dus op haar profiel staan. En ik zeg tegen haar, waarom doe je die weg? Dat is toch gewoon een super leuke trui. En toen zei ze, weet je, anders mag jij hem hebben. En dat vond ik echt heel erg lief. Want anders had ze er gewoon een tientje aan kunnen verdienen. Maar ik mocht hem gewoon gratis van haar hebben. En ik draag hem heel graag. Hij zit zo comfortabel en ik vind de kleurencombinatie heel leuk en het is echt wel een leuk item. Ik heb ooit in de winkel geloof ik nog wel eens zelf getwijfeld of ik deze niet zou gaan kopen. Maar toen dacht ik, ja, nee. En nu ik deze heb, ben ik er wel heel erg blij mee. En ben ik blij dat dit item tot mijn kast behoort. Ik heb ook nog schoenen tweedehands gescoord. En dat zijn als eerste deze Converse, deze All Stars. En dat is eigenlijk niet zo heel speciaal. Het zijn gewoon, gewoon schoenen, weet je wel. En deze heb ik gekocht op United Wardrobe. Ik geloof echt voor, wat zou het zijn? 30 euro. Ik draag gewoon echt al sinds een paar jaar heel graag All-Stars. Het zijn echt wel mijn go-to schoentjes. Want ik ben niet zo'n hip sneaker persoontje. maar All-Stars, dat zijn echt sneakers die goed bij mij passen. En ik heb al rode gehad, al gele, al oranje. Ik heb nu alle kleurtjes van de regenboog. En deze wilde ik ook graag, deze specifieke groene kleur. Maar online was dit nergens meer te vinden. En toen ging ik zoeken op United Wardrobe. En hoe kon het ook anders? Het leek wel alsof het voor mij gemaakt was. Stonden deze pareltjes daar in mijn maat. Echt voor een prikkie. En ik dacht, dit is gewoon het lot. Dit moet gewoon zo zijn, dacht ik. Dus ik heb ze heel snel aan mijn favorieten toegevoegd. En vervolgens ook heel snel gekocht. En ik draag ze heel graag. Ik ben er heel blij mee. En dan nog een paar schoenen. En ook deze zijn van United Wardrobe. Op United Wardrobe echt ga er kijken als je op zoek bent naar schoenen voor een leuk prijsje. Want heel veel schoenen zijn misschien 2 of 3 keer gedragen en doen mensen ze al weg. Omdat ze toch niet voor hun was of zo. En echt voor leuke prijsjes. Dus ik kan alleen maar aanraden ga daar kijken. Ik heb het nu over deze schoentjes. Dit zijn echt super cute sandaaltjes met een plateautje. Een lekker panterprintje. Echt leuke schoentjes. Ik twijfelde eerst wel of dit iets voor mij was. Maar ik zocht nog sandalen. En ik opende mijn United Wardrobe pagina. En ik dacht, sandalen? Volgens mij waren ze echt maar 12 euro. Ik dacht, die wil ik. Dus ik heb toen eigenlijk heel spontaan deze sandalen gekocht. Ondanks dat ik niet per se wist of ze wel bij mij pasten. Maar nu
ik ze heb, draag ik ze met heel veel liefde. En ze staan leuk onder alles. En vooral het plateauzooltje maakt het heel leuk. Ik vind sowieso die schoenen met een beetje dat soort van touwachtig. Vind ik wel een hele toffe vibe. Daar zou ik nog wel meer schoentjes van willen. Bijvoorbeeld van die instappertjes of zo. Maar deze hele leuke schoenen heb ik ook echt voor een koopje kunnen scoren. En die draag ik ook weer met heel veel liefde. En behoren ook echt wel tot deze lijst met favorietjes. Ik denk dat ik wel kan zeggen dat dat al mijn favoriete items waren. Ik heb nog heel veel andere leuke kleding in mijn kast. Maar als het gaat over tweedehands kleding, dan zijn dit wel echt de pareltjes in mijn kast. Ik vind tweedehands shoppen echt super, super leuk. Omdat je gewoon echt van die unieke items kan vinden die niemand anders heeft. Of misschien wel als het bijvoorbeeld een item is van de Bershka of weet ik veel. Maar goed, overal zijn het vaak unieke items. Daarnaast is het echt voor een mega leuk prijsje. En ik hou gewoon van heel veel kleding. Dus dan is het extra leuk om bij de kringloop te gaan shoppen. En ik ben echt sinds anderhalf jaar een beetje into tweedehands shoppen. Eerst vooral op United Wardrobe. Maar ook nu echt in de kringloop. En I love rommelmarkten. Een beetje die dingen zijn echt de dingen waar ik al mijn pareltjes score. Ik kan ook echt niet wachten tot het straks weer de rommelmarkt is in de zomer. Als alles hopelijk door kan gaan. Ik hoop het heel erg. Ik vind het echt leuk om zelf spullen te verkopen. Maar ik vind het ook heerlijk om gewoon lekker tussen iedereen zijn spulletjes te kijken. En leuke pareltjes te vinden. Dan was dit in ieder geval de video. Ik hoop dat je het leuk vond. Doe zeker je duimpje omhoog. Vergeet niet op mijn kanaal te abonneren. En ik hoop je snel bij een van mijn volgende video's weer te zien. Doeg!